Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Oké, het is even geleden dat ik voor het laatst gevlogd heb. Ik heb met kerst en met oud en nieuw even een soort van radio stilte gehad. Ik denk meteen allemaal DM's of er ooit nog een vlog gaat komen. Maar volgens mij heb ik nu dus een week niks geüpload. Of anderhalf. En I'm back. Dus als eerste wilde ik jullie allemaal het allerbeste wensen voor 2019 en bedanken voor al jullie lieve comments en het kijken van de vlogs en volgen op Instagram en zo in 2018. Ik hoop dat het voor iedereen een heel mooi jaar wordt, 2019. En dat ik heel veel leuke video's ga maken en allemaal leuke momenten met jullie kan delen. Dat vind ik dus super leuk. Dus ik heb er heel veel zin in en ik ga jullie vanaf nu gewoon weer meenemen. Zoveel als dat het kan. Ik ga wel dit jaar ook andere video's maken. Ik wil graag ook ander soort video's dan vlogs uploaden. Dus laat je suggesties hieronder achter. Ik heb zelf wel wat ideeën waar we binnenkort mee gaan beginnen. Maar ik zou het heel leuk vinden om te horen wat jullie leuk vinden. Dat is update 1. Ik heb me dus nu net aangekleed. En ik ga zo meteen naar kantoor. Eerst komt Jo, vriendinnetje van mij, langs met haar dochtertje Emma. Die gaat even met Olivia spelen. En dan ga ik even naar kantoor. Want ik had bedacht dat ik het heel leuk zou vinden om goudvissen op kantoor te hebben. Dus we gaan goudvissen kopen. En daarbij horend aquarium en zo. Dat gaan we op kantoor zetten. Ik wil ook heel graag een hond en een kat. Maar dat ga ik niet doen omdat we te veel op reis zijn. Maar nu gaan we goudvissen nemen op kantoor. Dus ja. En ik heb aan vandaag een top van, weet ik niet, heb ik bij net een porté gekocht. Hij is heel mooi aan de onderkant. Laat ik gewoon een andere keer zien. In deze broek van Heron Preston. En ik heb mijn gold coin choker om. Die hebben we nog op de website. Ik zal hem hieronder linken. En deze vintage Chanel ketting. En welke oorbellen heb ik allemaal in? Ja, van alles en nog wat eigenlijk. Deels zijn sample. Dit is volgens mij van Mango. Van APM Monaco. En deze komen binnenkort ook bij ons. Ja. Let's go. Let's make it an awesome year. Ik ben op kantoor aangekomen en ik ga hier even werken. Ik heb net een foto gemaakt met onze nieuwe goudvissen. Die staat dan nu al online als jullie deze vlog zien. En ik weet nog niet hoe ze heten, want ik ga zo die foto uploaden. En dan ga ik vragen op Instagram of jullie leuke namen weten voor de vissen. Dus ik ben echt heel benieuwd wat mensen gaan commenten. We hebben dus twee goudvissen. En we hebben nieuwe samples binnen voor Somewhere. We hebben trouwens ook eindelijk ons hoesje online gezet. Nieuw hoesje, want we hebben natuurlijk deze. Dit hoesje, die Galaxy. En we hebben ook een nieuwe. Mag ik door van mijn telefoon? Een seconde, kijk. Daar staat op Protect Me From Heavy Social Media Use. En die hebben we dus ook. Hebben die al voor de X? Nee, niet. Voor de X Pro Max, die heb ik alleen. Maar we hebben hem wel voor andere maten. Dus ja. Oké, okay, sorry voor het stofzuiger geluid, maar ik had me even omgekleed voor een foto net. Andere oorbellen ingedaan. Ik heb deze trouw van Misguided. Ik zal de link hieronder posten. En deze zal ik ook posten. Die Gucci panty heb ik ook in het wit. Ik heb ook in het zwart. En laarzen van Zara. Had ik dit laten zien. Deze binnen het grote kantoor nu. Zo'n mooie foto. Dus ja, en de vissen zitten in de kom. Maar die mogen we dus de eerste half uur niet eruit het zakje al echt zielig. Maar goed, dat is ons zo verteld. Oké, ik ben weer terug uit het kantoor. Uit kantoor? Van het kantoor. Wacht, hij staat niet echt handig. Maar ik doe dus altijd meteen het allereerste wat ik doe als ik thuis kom. Let me know of jullie ook zo zijn. Wacht. Is mijn sieraden af. Tenminste, mijn ringen en zo doe ik nooit af. Maar deze wel. En dan nu oorbellen ga ik uitdoen. En pyjama aan. En dan ga ik verder eten. Maar ik heb dus die Gucci panty aan. En ik denk ook, als ik die langer dan een uur aan heb, dat die absoluut gaat, hoe noem je dat? Gaat scheuren. Dus ik ga hem voorzichtig uitdoen. En weer in de kast leggen. Zo. Hij is nog heel. Dus
lekker mijn pyjama aan doen. En eten met Olly. Olly en ik zijn aan het facetimen met Lua en Kay. Gezellig. Hallo. Hallo Lula. Kan ze zelf? Kan ze zelf zwaaien? Ik ook. Wil je iets vertellen? Goedemorgen. Goedemorgen. En nu heb je je dingen voor zo. En wat wil je nog meer vertellen? Goedemorgen. Zaterdag, dinsdag en woensdag. Het is donderdag inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Wij zijn dus beneden aan het eten. Ik heb mijn bord al leeg, maar Olly niet. Dus die moet nu haar boontjes nog opeten. Nee. Wil, hoeveel happen ga je nog nemen? 21. Nee, nog 10 happen hebben we afgesproken. 10 happen nog, toch? Nee. Jawel, kom. Spreken. Wil je even spreken? Hallo, spreken. Good morning. Wow, ik lijk wit in beeld. Ik ben net wakker. Het is 8:30. En Olly was wel 1 keer wakker geworden vannacht, helaas. Waarom ben ik zo wit? Zet dat ding erover belicht. I don't know. Olly was wakker geworden vannacht. 1 keer. En toen ben ik echt 1 uur wakker geweest. Ik ging eigenlijk om 11 uur slapen of zo. En ze werd om 6 uur wakker. Dus ik was een beetje in dubio of ik nou verder moest gaan slapen of genoeg had gehad. Dus ik was echt 1 uur wakker. Toen ben ik weer geslapen tot nu. En nu heb ik boterhammen gemaakt. Met pindakaas. En Olly en ik ontbijten altijd in bed. En melkje. Olly drinkt trouwens oatmelk. Geen gewone melk. Want daar kreeg ze uitslag en zo van. Dus. En hier is de kleine prinses in bed. Hoi. Goedemorgen. Zeg maar goedemorgen. Olly, zeg maar goedemorgen. Goedemorgen. Goed zo. We gaan vandaag naar school. Ja? Weet je wie er vandaag jarig is? Ja. Wie dan? Tante Kay. Tante Kay, kom, die gaan we bellen. Oké, jullie gaan het niet geloven, maar ik heb dus al gesport vandaag. Nou, ik ben echt gewoon oprecht best wel bruin. Ik ben zo wit op deze camera. I hate it. Anyways. Ja. Even uur bestellen. Ik heb dus al gesport vandaag. En ik heb nog half mijn sportkleding aan. Ik moet nu even naar een afspraak. En deze jas en deze Balenciaga tas. En ik ga naar een afspraak en dan ga ik gezellig even naar Kay. Want tante Kay is jarig vandaag. Gaan we even taartje eten. En dan heb ik daarna nog 1 afspraak. En dan ga ik even naar kantoor. En ja, that's it. Oké, ik ben net even op kantoor geweest. En ik heb super veel pakketjes gehaald. Ik heb het trouwens niet opgemaakt vandaag. En ik ben daarna naar Kay geweest om haar verjaardagscadeau te brengen. En toen heb ik geluncht. Maar haar hele familie was er. Dus ik heb niet gevlogd. Maar ik ga nu mijn pakketjes van de It List. Ga ik unboxen. En ik zal mijn kortingscode hier in beeld zetten. En dan ga ik. Ik doe het wel even allemaal aan. Ja, dat ga ik nu doen. Oké, het eerste item dat ik heb om te laten zien is deze sweaterdress. Ik heb die ook in het zwart. En ik draag dit zelf gewoon heel veel. Ik draag het wel meestal met panty. Maar de panty die ik erbij aan wilde, die kon ik even niet vinden. Dus ik laat hem even zo zien. Maar ik vind het heel chill om te dragen met overknee laarzen of dit soort laarsjes. Je kan natuurlijk ook boven een spijkerbroek gewoon aandoen. Maar zelf vind ik dit altijd leuker. En om het dan zo off shoulder te dragen. So I like it. Het volgende item. En ik snap niet waarom het hier zo donker is. Want het is letterlijk 2:30. Is deze trui. Dit soort dingen draag ik zoals jullie weten ook super vaak. En ik vind dit model wel echt heel mooi. Ik kan hem ook over een rokje of zo aandoen. Maar ik heb hem dan nu. Hij is zo lang. Ik heb gewoon een small aan. Maar ik hou echt van dit soort trui. En ik doe meestal eigenlijk ook nog zo mijn kettingen er zo over. Dat vind ik ook altijd heel leuk. En oh ja, en hij kriebelt ook niet. Ik krijg altijd over alle truien, over truien de vraag of ze kriebelen. Deze jeuk niet en de vorige ook niet. Want ik ben echt mega gevoelig voor kriebeltruien. Ze jeuken niet. Dus dan weten jullie dat. En de linkjes staan allemaal hieronder naar de individuele items. Oké, dit is echt no joke. De chillste teddyjas die ik ooit gehad heb. En ik heb er, zoals jullie weten, echt zoveel gehad. Hij is zo zacht.
echt, nou, niet normaal. Hij lijkt wel een beetje op die van Max Mara. Ik ben hier echt heel blij mee. En volgens mij, ik weet niet of deze in de sale is, maar heel veel van deze items zijn in ieder geval in de sale. Maar ik doe deze denk ik aan vandaag, want I love it. Het is echt zo'n mooie jas. Oh nee, deze is nieuw, dus deze is niet in de sale. Maar alsnog zijn de prijzen allemaal wel echt chill. En wel als er een kortingscode is. En ja, ik vind deze echt heel fijn. Oké, de volgende trui is ook super zacht. Die is, kijken, de kleur laat hij iets anders zien. Ja, welke kleur zullen we dit noemen? I don't know. Groen, donkergroen, olijfachtig groen. Hij is iets groener dan in de camera. Want het is zo grijs vandaag buiten, dus laat hij de kleuren een beetje raar zien. En het is een beetje een ballontrui. Ik vind het model zelf heel mooi. Ik heb ook nog niet echt zoiets. En dit is ook geen kriebeltrui. I really like it. Oké, het volgende item is sowieso mijn favoriet. Eén, omdat het gewoon heel lekker zit. En twee, omdat ik dit altijd draag. Maar ik laat hem eerst even zo zien. Het is een zwarte flare broek. Dit kan ik echt iedereen aanraden om in je kast te hebben. En hij is dus van Rip. Kijk. Ik kan hier wel even het model laten zien. Zo, zien jullie het? Het is gewoon een zwarte flare broek. En hij zit echt top. Ik heb een S aan. En ik vind dit echt het chillste ooit. Dit draag ik ook zoveel. Maar ja, het is dus een beetje jammer dat ik niet zo goed kan laten zien dat hij Rip is. Maar I love it. En als laatste mijn favoriete item. Deze jas. Met capuchon. Deze wil ik ook echt nu op. En ik had een hele leuke foto van een meisje gezien met zo'n jas die er capuchon zo op had. Dus die wil ik ook maken. Ik vond dit echt super cool. Met los haar. En ja, ik vind dit echt de coolste jas ever. Dus hier ben ik het meest blij mee. Ik denk ook dat ik deze het meest ga dragen van alles. I love it so much. Ik vind het echt zo'n coole jas. Dus let me know wat jullie het leukst vonden en ik ben benieuwd. En mijn kortingscode is dus 20%. Met de code NOOR20. Ik zet hem dus hier in beeld. Waarschijnlijk stond hier al in beeld. En wil ik nog meer zeggen? Ja, er is dus echt mega sale. Ook van eerdere items die ik in eerdere vlogs of op Insta Stories heb laten zien. Dus mochten jullie iets daarvan willen hebben, ga dan shoppen. Want het is echt mega, mega uitverkoop. Dus ja, yeah, go ahead. Ik ga nu even toch mijn... Wat ga ik aandoen? Even een trainingspak, want ik ga eindelijk een keer naar een massage. Ik ga het Andas Hotel massage doen, dus ik ben benieuwd of het goed is of niet. Ik laat jullie straks wel even weten. En ja, ik neem mijn camera wel gewoon mee. Het is wel weer gezellig. Ik vind het echt super raar om weer te vloggen. Ik heb het gevoel dat ik heel lang niet in de camera gepraat heb. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ja. Ik voelde me een beetje disconnected of zo, de laatste maand. Ik heb nu weer het idee dat ik tegen mensen praat, maar... Ik had eigenlijk de laatste maand, omdat ik zoveel van hond naar her moest, dan daar waar niet mocht vloggen en daar waar niet mocht vloggen, vond ik het eigenlijk niet zo heel leuk om te vloggen, omdat ik nergens mocht vloggen. Dus elke keer moest ik maar vloggen wanneer het kon en niet wanneer ik er zelf zin in had, dus eigenlijk. En nu voelt dat wel anders of zo. Ik ben niet een heel spiritueel mens, maar... Oké, nou, ik ga even mijn trainingspak aandoen en naar de spa. Ik ben in de spa aangekomen en ik ga nu een uurtje... Ik ben net klaar met de massage en ik ben echt super moe. Ik ga nu een body halen. Ik liefst dat ik dan meteen naar bed. Dus let's go. Good morning, het is zaterdagochtend. En ik ben al even wakker. En Olly ook, het is nu 10 uur. En ik ga naar de kapper. Maar dat ga ik in een nieuwe vlog laten zien. Ik hoop heel erg dat deze vlog niet te kort was. Ik heb dus even 2 dagjes gevlogd. Dat komt natuurlijk nu morgen al online. Dus ik moet de vlog afsluiten. En ik had nog een vraagje. Ik ben dus heel erg into skincare tegenwoordig. Ik koop echt op Amazon en allemaal websites. Hele specifieke producten. En dat wil ik heel graag laten zien. Maar ik weet eigenlijk niet of jullie daarin geïnteresseerd zijn. Dus laat me dat even weten als jullie dat leuk vinden. Dat ik daar een video over ga maken. Ik neem ook nieuwe supplementen en van alles. Dat was... Dan sowieso dus een ongesponsorde video, want ik koop alles zelf. En ja, het zijn echt dingen waar ik heel erg research naar gedaan heb. Laat me even weten. En heel erg bedankt voor het kijken. Gelukkig nieuwjaar. En ik zie jullie, ik denk woensdag weer.